Heel voorzichtig gaan de luiken open. En net zo voorzichtig zijn de kippen nu ze weer naar buiten mogen. Ja, het is wel een heel fijn gevoel dat de kippen weer buiten mogen lopen. Het is wel dubbelzinnig, want de dreiging van de vogelpest die blijft aanwezig. En die vogelpest kan grote gevolgen hebben, merkte Wegdam zelf. In maart 2013 werd bij hem op het bedrijf een milde variant van vogelgriep gevonden. Al zijn 85.000 kippen moesten worden geruimd. 2 jaar verder draait de eiermachine weer overuren. Maar het risico dat de griep weer vat krijgt op het bedrijf is er nog steeds. En toch moesten de kippen vandaag de stal uit. Dat is de Europese wetgeving. Als we de kippen langer dan 12 weken binnenlaten, dan mogen we de eieren niet meer als vrije uitloop-eieren verkopen. En dan beuren we minder geld voor de eieren. En dan, ja, dus kunnen we economisch bedrijf eigenlijk niet aan de gang houden. Minder geld, hoeveel? Ongeveer 8.000 euro per week. 12 weken lang zaten de kippen of binnen of hier in de zogenoemde wintertuin. Een stal die voelt als buiten, maar afgedekt is, zodat er geen vogelpoep bij de kippen kan komen. Het liefst ziet Wegdam ze hier altijd zitten in risicoperiodes. Maar dat mag niet. En dus blijft de angst dat bijvoorbeeld overvliegende ganzen het virus met zich meebrengen en het bedrijf besmetten. Ja, we hebben wel overal in de buurt heel veel vlaggetjes opgehangen. Waar die ganzen daar weer bang voor zijn. En we hopen maar dat ze niet bij ons op het land gaan zitten, maar dat ze een stukje verder vliegen.